Welkom bij Nog Spellenzonde, leuk dat jullie weer kijken en dit keer met jullie een blik werpen op Terraforming Mars The Ares Expedition, uitgegeven door Stronghold Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je ongeveer een 45 tot 60 minuutjes mee bezig bent. En dit is een variant op het gewone Terraforming Mars, waarbij een aantal elementen veranderd zijn. We gaan nog steeds onze eigen coöperatie en engine opbeelden. We gaan nog steeds Mars terraformen door de zuurstof toe te voegen, de temperatuur te laten stijgen en oceanen aan te leggen. Maar wat ze hier aan toegevoegd hebben is een beetje een Race for the Galaxy element. In de zin van dat we allemaal een aantal acties hebben waaruit we kunnen kiezen. We pakken één kaartje en dat is de actie die jij en alle andere spelers mogen doen. En waar alle anderen. En zo kiest iedereen een actie die ze graag willen doen. En dan worden alle kaarten opengelegd en dat zijn de beschikbare acties in die ronde. Dus de ene keer kun je knutselen, de andere keer kun je scoren, etc. Maar laten we gewoon maar eens een blik werpen op wat er allemaal in deze box zit. Het spel is bedacht door Jacob Frixtelius, Nick Little en Sidney Engelstein. En wij krijgen de spelregels in het Engels. De regels zelf zijn prima opgezet. Voor de mensen die het spel al kennen vanuit gewoon Terraforming Mars, zal het een aaitje zijn. Prima om erin te gaan. Nog een uitleg van alle symbolen, 2 speler co-op en solo variant achterin. Elke speler krijgt een bordje. Dat is dan wel weer fijn met een uitsparing, zodat je componenten blijven liggen. We krijgen een quick start, dat is natuurlijk niet zo spannend. We krijgen Mars met de temperatuur, zuurstof en de oceanen en scoretrack. En we krijgen alle verschillende kaarten die we hebben, nodig hebben voor het spel. De componenten voor de spelers in hun kleur. En deze editie heeft, loodzwaar, de stalen blokjes die we gebruiken om de eenheden bij te houden. En verder hebben we nog de oceaantegeltjes. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor 2 spelers, waarbij ik maar voor 1 speler alles neergelegd heb. En toevallig bij deze editie heb ik de playmats. Elke speler krijgt een bordje, de steentjes in jouw kleur. Je begint op 0 op de 6 verschillende sporen. Je legt nog 1 marker op het scorespoor, we beginnen op 5 punten. En je krijgt je setje van 5 face kaarten, genummerd 1 tot en met 5, met op de rug ook jouw gele astronaut. Verder krijg je een starthand van 8 projectkaarten en 2 corporations. In het midden van de tafel leggen wij het algemene bord met de temperatuur en zuurstofmeters op 0, de oceaantegeltjes gesloten, de 5 fases, de bossen die je kunt aanleggen en dan natuurlijk de befaamde markers met de waardes 1, 5 en 10 die we gebruiken om de grondstoffen bij te houden. Dan kiezen we 1 van de 2 coöperaties. Op de coöperaties staan eventuele resource symbolen en natuurlijk de speciale eigenschappen. Ik kies bijvoorbeeld voor de Launch Star Incorporated. Wat betekent dat ik met 36 geld het spel begin. En aan het begin van de kaart het spel reveal cards from the deck until you reveal a blue card. Place it into your hand. Discard the rest and you start with 36 MC. En dan heb ik natuurlijk nog een effect. When you play a blue card, ik betaal 3 multi-credits minder. Nou ja, dat is waar deze op hebt. Dus je legt je corporation hier neer. De andere gaat terug in de doos. Ik krijg 36 credits, dus die leg ik eventjes hier in mijn creditvakje. 10, 10, 10 plus 1 en 5. En ik ga net zo lang door tot ik een blauwe kaart vind en die gaat in mijn hand. Nou, dat is lekker snel. En dan zijn we klaar om te gaan beginnen. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Op dit spoor, eigenlijk je inkomsten spoor, je mega credit spoor omhoog te werken. We gaan door totdat alle oceanen, de zuurstof en de temperatuur en de zuurstof op de maximum staan. Die ronde wordt afgemaakt en dan wordt er gekeken wie de meeste punten heeft verzameld. En die wint het spel. Dus laten we snel maar eens een potje gaan spelen. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit 3 fases. De eerste fase is de planning step. In de planning step neemt elke speler de projectkaarten die hij heeft op handen. De eerste ronde heb je altijd 5 projectkaarten. Daarna, elke keer als je een projectkaart speelt, gaat hij naar de
compleet locatie. Dat betekent dat je voor de volgende ronde heb je er maar 4. En daarna schuift hij door en dan komt de nieuwe kaart hier te liggen. Zodat je niet 2 keer dezelfde fase achter elkaar kan kiezen zelf. En deze projectkaarten geven eigenlijk aan welke opties je hebt deze beurt. De bovenste actie is waar iedereen schik van heeft. En de onderste actie is waar de speler een bonus van krijgt. Dus je zult een keuze moeten maken tussen wat wil je gaan doen. Nou, we gaan ze zo meteen allemaal bekijken, maar je kiest een kaart, die leg je neer. En de overige kaarten gaan naar jouw trekstapeltje. En dat doen alle spelers. Dus Googlehuis speelt bijvoorbeeld deze kaart. Dan gaan we naar de Resolve Phase Step. Dat betekent dat we allemaal laten zien welke fase we gekozen hebben. In deze ronde gaat fase 1 en fase 3 open. Dus dat zijn de enige actiefases die we hebben deze ronde. En zo probeer je natuurlijk een beetje in te schatten. Wat doet mijn tegenstander? Wat ga ik zelf doen? En hoe kan ik daar gebruik van maken? Maar we gaan allemaal één voor één de fases door. Dus we hebben nu fase 1 allemaal. Dat betekent dat iedereen mag 1 groene projectkaart spelen. Ik heb de kaart zelf gespeeld. Dus ik krijg de bonus die hier onderaan staat. En dat betekent dat ik 3 minder betaal voor de kaart die ik deze fase speel. Dus laten we zeggen dat ik deze kaart wil spelen. Die zou me normaal gesproken 6 credits kosten. Maar omdat ik deze actie heb uitgevoerd, krijg ik 3 korting. Dus ik betaal 3. Hier zie je eventuele symbolen die soms door anderen gewezen worden. En hier zie je je inkomsten symbolen. In dit geval plant. During the production phase, this produces 1 plant. Dus dat staat hier ook nog een keertje uitgelegd wat hier in symbolen wordt weergegeven. Nou, ik leg de groene kaart neer. Ik betaal de 3 aan de bank. En ik zet bij 1 stapje op het plantspoor. Om aan te geven dat mijn inkomsten in de inkomstenfase bij groen 1 omhoog zijn gegaan. Googly Eyes mag ook een kaart spelen. Die krijgt alleen de korting niet. Nou, we hebben geen fase 2. Dus we gaan gelijk door naar fase 3. En dat is de actiefase. Iedere speler mag any action effect wat zij hebben triggeren. Nou, ik heb geen action effects, maar sommige kaarten hebben action erop afgebeeld staan en dan doe je de actie die hierop staat. Dat staat hier natuurlijk weer in symbolen weergegeven, maar hier staat het ook nog uitgelegd. In dit geval add 1 microbe to discard or remove 3 microbes to flip an ocean tile. Iedereen mag dat nu doen. Een beetje gekke actie aangezien Googly Eyes ook nog helemaal geen actiekaart heeft liggen. Maar ik heb willekeurig een kaart voor hem gepakt. Googly Eyes heeft de bonus. En die wil zeggen dat je nog een actie die je al gedaan hebt een extra keer mag triggeren. Nou, wat hebben we nog meer? De fase 2 zegt je mag, elke speler mag ofwel een blauwe of een rode kaart bouwen. Nou, hetzelfde principe. Rode kaarten en blauwe kaarten. De rode kaarten zijn over het algemeen eenmalige effecten. Vandaar die bliksempjes. Dus je krijgt in dit geval trek 4 kaarten. En dan discard 2 kaarten. Flip een ocean tile. Het een en ander. En blauwe kaarten zijn booster kaarten. Deze geven bijvoorbeeld in fase 1-2. Als je een kaart speelt, betaal je 1 minder. Nou, die geeft gewoon korting en daar staan ook vaak soms de acties op. Maar met de constructiekaart mag je een blauwe of een rode kaart spelen. Werkt verder op dezelfde manier. Blauwe kaart kost 6, dus ik betaal 6 aan de bank. En ik leg die kaart neer. Verder, als je een kaart koopt, mag je kaarten uit je hand waarvan je zegt, nou, die ga ik toch nooit spelen, afleggen. Voor elke kaart die je aflegt krijg je een korting van 3. En kaarten met de staal en of titanium symbolen, daar kun je ook weer korting krijgen. Afhankelijk van de positie op deze 2 sporen. Voor elk punt op het staalspoor krijg je 2 korting op een kaart met het staalsymbool. Dus deze kaart zou mij 2 korting geven. En voor elk stapje op het titaniumspoor krijg je met kaarten met een titanium erop 3 korting. Ben je de speler die dit gedaan heeft, dan krijg je de bonus. En dan mag je kiezen of een kaart pakken of een extra blauwe of rode kaart spelen. Dus dat is de nummer 2. Nou, nummer 3 hebben we gezien, dat gaat naar de acties kijken. Dan hebben we nummer 4, productie. Dan krijg je de productie van jouw bord. Ik heb nu nog mijn geldspoor op 0. De kaarten die ik mag pakken op 0. Mijn heatspoor op 0. Ik heb alleen mijn planten op 1. Dus als ik nu zou produceren, dan krijg ik 1 plant. Dus dan leg ik hier zo een blokje met een waarde van 1 neer om aan te geven dat ik 1 plant krijg. Wat ik net vergeten was, als je de productie speelt, krijg je ook geld gelijk aan je positie op Terraforming Track. Dus we stonden allebei op 5, dus we zouden sowieso 5 megacredits krijgen. Daarnaast krijg je ook
4 megacredits als je degene bent die deze kaart speelt. Dus krijg je iets extra geld. Maar dat is de productie. Heb je nog niet zoveel aan als je nog niet zoveel produceert. En nummer 5 is het pakken van nieuwe kaarten. Research. Alle spelers pakken 2 kaarten waarvan ze er 1 mogen houden. Ben jij degene die deze kaart speelt, trek je nog 3 extra kaarten en mag je nog 1 extra kaart houden. Dus je pakt 5 kaarten en je houdt er 2. En dat zijn de acties waaruit je kan kiezen. Nou ja, we hebben allemaal onze acties gedaan. De kaart die ik deze beurt gespeeld heb, die gaat naar beneden. En we beginnen de volgende ronde. Ik kies weer een nieuwe kaart om te spelen. Googly Eyes kiest weer een nieuwe kaart om te spelen. We gaan de kaarten weer opendraaien. 2 en 5. Je kunt dit soort fiches daarvoor gebruiken. Ik ben geneigd dat niet te doen, want ik vind het meer werk. Omdat ja, je ziet een 2, je ziet een 5. Nou, dat snapt iedereen. Maar dit kan handig zijn om overzicht te houden. En we gaan allemaal weer onze acties doen. Iedereen mag 1 blauwe of rode kaart spelen. En omdat ik deze kaart heb gespeeld, mag ik ervoor kiezen om een extra kaart te pakken. Dan wel een extra blauwe of rode kaart te spelen. Elke keer als jij een oceaan opendraait, krijg je de bonus die erop staat. In dit geval pak een kaart. Je krijgt ook gelijk een terraforming punt. Hetzelfde geldt, doe je de temperatuur omhoog. Dus je zet hier een stapje op, krijg je weer een terraforming punt. Zorg je voor een zuurstof, krijg je een terraforming point. Je kunt, en dat kan alleen tijdens de actiefase, dus actiefase 3, gebruik maken van deze eigenschappen. Daar kun je voor 20 credits kun je een greenhouse kopen, een bos aanleggen. En een bos zorgt natuurlijk voor 1 zuurstof. En dan krijg je zo'n stapje. 14 credits kun je de temperatuur 1 omhoog doen. Krijg je weer een stapje. En voor 8 plantmateriaal krijg je een bos. Voor 8 hitte wat je produceert gaat de temperatuur 1 omhoog. En voor 15 geld kun je een oceaan flippen. Maar onthoud, dit is uiteindelijk het spoor waarmee je gaat winnen. Dus hoe hoger je daarop komt, hoe meer punten je krijgt. En dat doe je voornamelijk door oceanen te maken, zuurstof en erin te zetten en de temperatuur te laten stijgen. Verder zijn er kaarten die soms een beperking hebben, waarvoor bepaalde omstandigheden van kracht moeten zijn voordat je ze kan spelen. Die kaarten herken je aan dat hier een symbooltje is afgebeeld. In dit geval moet de temperatuur in het geel zitten of warmer, zoals hier ook in tekst staat uitgelegd, om die te kunnen spelen. Nou, dus dan moet die temperatuur nog een heel stuk omhoog. En sommige kaarten hebben hier nog een planeetje met een waarde erin. Dat zijn extra punten of soms zelfs strafpunten die je krijgt. Maar op die manier spelen we vrolijk verder totdat de temperatuur op 8 staat, de zuurstofpercentage 14% is en alle oceanen ontdekt zijn. Die ronde wordt afgemaakt en degene met de meeste punten wordt de winnaar. Belangrijk hierbij is nog wel, als zo'n track eenmaal op het hoogste punt staat, in die ronde zouden mensen nog extra temperatuurstijgingen kunnen doen om ook nog stapjes op dit spoor vooruit te gaan. Maar de volgende actiefase / ronde, als zo'n marker op zijn max staat, kunnen we niet meer temperatuur eraan toevoegen. Dus krijg je ook niet meer stapjes op dit spoor. Dus daar moet je even rekening mee houden. En dat geldt dus ook voor oxygen en oceanen. Als dat eenmaal op zijn max zit, krijg je niks meer. Maar in die ronde dat die max bereikt wordt, kun je die bonus in ieder geval nog krijgen op de terraforming track. Maar zo spelen we vrolijk ronde na ronde verder. En aan het einde van het spel gaan we kijken wie de meeste punten heeft weten te verzamelen. Je krijgt punten gelijk aan je positie op dit spoor. Plus 1 punt voor elk bos wat je gemaakt hebt. Plus 1 punt, of eigenlijk plus de punten die staan op kaarten met dit soort planeten erbij. Dat levert een eindscore op. En degene met de meeste punten is de winnaar van Terraforming Mars, The Eris Expedition. En zo wordt het spel gespeeld. Ik vind de Eris Expedition een fantastische verbetering van Terraforming Mars. En wat mij betreft spelen wij alleen nog maar Terraforming Mars, The Eris Expedition. En dat komt door de simpele toevoeging van de fasekaarten. Het grootste probleem, en dat is tussen aanhalingstekens, wat ik heb met Terraforming Mars, is dat je een solospel aan het spelen bent met meerdere mensen. Je bent je eigen engine aan het bouwen. Die wordt steeds groter en indrukwekkender. Net als in dit spel. Tot die op een punt komt waarbij die zo groot is dat het eigenlijk moeilijk is om te overzien wat andere spelers precies aan het doen zijn. Maar je hebt heel weinig interactie.
nagenoeg niks. En wat dit spel heel goed doet is, we hebben hetzelfde principe. We zijn onze eigen engine aan het bouwen, er zit weinig directe spelersinteractie in. We zijn met elkaar de planeet aan het terraformen, dus het is een klein beetje een wedloop. Maar je bent elkaar niet aan het aanvallen, dwarsbomen en het irriteren op grote schaal. Maar je bent wel elke ronde met elkaar aan het kijken van, oké, ik wil heel graag een blauw gebouw bouwen. Eigenlijk ook een groene. Zou die een groen gebouw willen bouwen? Als die actie kiest en die speler kiest ervoor om een blauw-rood gebouw te bouwen, dan kan ik misschien mijn inkomsten iets buffen. Of ik kan kaarten pakken. Dus je bent aan het inschatten wat je medespelers voor fasekaarten zullen gaan spelen. Zodat je die zelf niet hoeft te spelen. En je een andere fase er nog bij open kan draaien. En dat spelletje vind ik een fantastische toevoeging. Want ondanks dat iedereen lekker aan het knutselen is aan zijn of haar eigen engine. Wat nog steeds een genot is om te doen. De synergie zoeken in die gigantische stapel kaarten die er is. En daaruit kiezen wat voor jou het beste werkt. Ben je ook bezig om te kijken naar hoe kan ik meeliften op de fases die andere spelers kiezen. En daar optimaal gebruik van maken. Maar alles bij elkaar genomen is die Eris Expansion een fantastische combinatie geworden. Tussen Terraforming Mars, het zelf knutselen van je engine, het opbouwen van je coöperatie. En het maken van een gave mix aan kaarten waar jij steeds meer punten mee gaat verzamelen. Een race om zo snel mogelijk de aantrekkelijke posities te terraformen. Bepaalde objectives voor elkaar te krijgen en de strijd of de keuzes, de in elkaars geest kruipen van de fase kaarten. En dat zit allemaal gewoon perfect in elkaar. De herspeelbaarheid is goed, de vormgeving is tof gedaan. En dat alles maakt dat ik Terraforming Mars, die Eris Expedition, van harte kan aanraden en een dikke 8 heb gegeven. Spellen's older.